Vorige keer in Kingdom New Fenrin. Ik kan ook nooit op iemand rekenen. Ik moet ook altijd alles zelf oplossen. Pas op, verlies jezelf niet in de storm. Is die waardeloze zoektocht voor die gemaskerde man. Zelfs het broederschap had niks gevonden. Waardeloos! Misschien moet ik mijn Gerben aan de kant gooien. Alleen maar praatjes en geen oplossingen. Zoek het licht in de duisternis, voordat het je helemaal overneemt. Het kan niet zo langer doorgaan. We hebben geen tijd voor onderlinge conflicten. Het is tijd. Tijd om Ljord en koning Joris aan te pakken. Tijd voor oorlog. Dat klinkt als muziek in mijn oren. Er is niet veel tijd. We moeten snel zijn, heer Ferry. De keizer verkeert in groot gevaar, al weet hij dat zelf nog niet. Gevaar? Hoezo gevaar? De gemaskerde man is toch vlucht? Het gevaar komt niet van buitenaf. Ik vrees dat de keizer zijn weerwolfkamp niet zo goed onder controle heeft als hij denkt. Ik vrees dat hij valt naar het duister. Oh nee, dan denk ik dat hij Tarlat heeft gevonden. Maar er is een manier waarop ze zelf controleren als ze elke volle maan veranderen in een weerwolf. Het is aan jou om uit te zoeken hoe je maanlichtringen kan maken. Maanlichtringen? Hoe dan? Ik vrees dat ik je daar niet bij kan helpen. Vast dat ik dood ben. Maar mijn broer, ik leef nog. Alweer diezelfde nacht mee. Aan het werk. Goed, keizer. Goed. Wat kom je hier doen? Ik wil u het een en ander laten zien, keizer. En ik heb een voorstel voor u. Vooruit. Maar snel dan. Ik ben bezig met invasie op Ljord te plannen. Als u meeloopt, dan is het zo gedaan. U moet het met uw eigen ogen zien. Dat is veel makkelijker uit te leggen. Kijkt u eens, keizer. Mijn laatste uitvinding. Hij werkt perfect. Het is een vliegende boot waar ik het zo lang over heb gehad. Ik noem ze luchtballonnen. Wonderbaarlijk! Goed werk, Han. Fijn dat er nog mensen zijn in Fenrin waar ik op kan rekenen. Maar wie heb je ooit zo ver gekregen om ze uit te testen? Dat was ik, keizer Jorgen. Als kapitein kon ik die uitdaging natuurlijk niet overslaan. Ondertussen zijn we ook begonnen aan meer ontwerpen voor een sterkere vloot, keizer. Heel goed! Leslie, ik voer jou voor een missie binnenkort. We gaan Halsecliff terugveroveren van Ljord. Daarna wil ik dat jij een blokkade aanlegt met de vloot van Fenrin. Doe dat en je zult beloond worden. Ik zal u niet teleurstellen, keizer. Keizer, over mijn voorstel. Als ik zo vrij mag zijn, zou ik graag plannen gaan maken voor een grootse industriestad. Waar onze oorlogsvloot kan groeien. Je hebt mijn toestemming om daar zo snel mogelijk mee van start te gaan. Maar ik eis dat er een grootse gevangenis komt om onze vijanden op te sluiten. Te beginnen met die verschrikkelijke gemaskerde man. En wie weet, koning Joris.
achter mij, jongens. Kijk, Mark, daar ligt goud. Het leidt die kant op, jongens. Laten we gaan. Ja. Oh, jongens, ik zie er iemand staan. Jim, als jij probeert hier rechtsom te lopen en naar dat bruggetje te komen, daar ga ik hier links. En Robin, jij houdt hem onder schot voor als het fout gaat, oké? Jo. Kijk jongens, daar is er nog één. Pak hem. Geef je over. Meekom. Dat hebben we weer goed gedaan, jongens. Zeker. Gegroet, keizer Jurgen. Gegroet, Laura. Of Irasia. Welke naam je tegenwoordig ook gebruikt. Je bent verdomd moeilijk te vinden als we je nodig hebben. Maar verschijnt altijd als ik je het minst nodig heb. Daarvoor ben ik hier nu. Ik weet dat u vele problemen en uitdagingen heeft en ik wil u daarbij helpen. Helpen? Door me nog meer raadsels te geven zeker. Waarna ik het alsnog zelf mag gaan oplossen. Nee, bedankt. Dan heb ik meer aan Darloth en zijn manieren. Nee, keizer. Dit keer zal ik u echt helpen. Zo goed als ik kan. Om dat te bewijzen, zal ik niet meer terugkeren naar mijn spirit world. Ja, waar ik het sterkste ben. Ik zal niet meer mijn spirit verschijnsel aannemen. Ik kies ervoor om te leven als een mens. En om u te helpen als een... Ja, als een van uw raadgevers. Als u me dat toelaat. Nog meer raadgevers. Nou, vooruit. Ik gun je een kans. Maar dat alleen omdat ik binnenkort wegga voor mijn invasie op Ljord. Ik weet niet of ik die Gerben hier alleen kan vertrouwen. Misschien dat u kan bewijzen dat u het waard bent terwijl ik weg ben. Ik zal u niet teleurstellen. Dat bepaal ik zelf wel. Ik hoop dat ik u kan stoppen op uw huidige pad. Het is nog erger dan ik dacht. De keizer is al diep in duister terechtgekomen. Misschien moet ik wat oude bekenden opzoeken om hem terug te brengen naar het licht. Is de dag. Ik heb er lang aan gewerkt, maar het plan voor de invasie van Ljord is klaar. We zullen toeslaan, snel en onverwacht. Koning Joris is door zijn hebzucht en macht vergeten hoe machtig wij zijn. De verlaten havenstad Hasselcliff zal ons startpunt zijn. We zullen daar binnenvallen, ongezien. En schakelen eventueel aanwezige Ljords uit. Daarna zullen we zo snel mogelijk doorstromen naar Rivendell en Dragonholm. Om Ljord over te nemen. En een nieuwe leider te installeren op de troon. Het keizerrijk Vendrin zal groot worden. En we zullen iedereen laten buigen voor onze macht. Op. Naar Ljord. Hij lijkt veranderd. Oké, jongens, we gaan zo meteen de stad in. Geef zo snel mogelijk een seintje als we iemand zien. Maar blijf stil en blijf rustig. Want we willen natuurlijk niet dat ze ons zien voordat wij iets eraan kunnen doen.
iets in hem is veranderd. Ik heb de keizer nog nooit zo agressief gezien als nu. Verschrikkelijke leiding van koning Joris. En dus dit... jullie zijn hier verraders? Ja, wij zijn Fenrir. Wij zijn niet alleen verraders. Wij zijn ook delen van het volk dat Ljord jarenlang heeft onderdrukt. En dit is het begin van onze invasie. En het is goed dat we jullie allemaal zo bij elkaar hebben gevonden. Wat het betekent dat jullie je meteen kunnen overgeven en mee kunnen gaan naar de gevangenis. Zodat niemand weet dat wij hier zijn. Waarom zouden wij ons in godsnaam overgeven? Kijk om je heen. Je bent in de minderheid. Dit ga je niet winnen. De stad is van ons. Je kan ervoor kiezen om al je mannen hun leven te sparen. Of je kan er kiezen om te vechten en dan ten onder gaan. En dan weet alsnog niemand dat deze stad in de handen van Fenrir is. Ik denk dat ik mijn mening deel met de rest van mijn mannen. Ik sterf liever dan dat ik in jullie gevangenis zit. Ah, pak ze mannen, pak ze! Zoek het licht in de duisternis, voordat het je helemaal overneemt. Broertje, je hebt me verraden. Je bent veranderd. Je hebt me in de steek gelaten. Mannen, het is ons gelukt. Misschien niet geheel volgens plan, maar Halsecliff is van ons. Zoek het licht in de duisternis, voordat het je helemaal overneemt.